Vandaag de laatste dag voor de wedstrijd. En de weging is vandaag een belangrijk moment. Eigenlijk het zwaarste moment, echt vlak voor de weging, want we moeten nog 2 kilo eraf halen. En dat doen we altijd in een bad, in een heel heet bad, water. En dan gaat hij erin, een paar minuutjes eruit, weer erin, een paar minuutjes eruit. Dan ga je heel erg zweten en dan pak je die laatste 2 kilo, die haal je eraf. Maar ja, je moet je voorstellen, Jordan heeft al een paar dagen heel weinig gegeten. Toch vrij hard getraind, gepatst, moeten rennen, et cetera. Dus ja, hij moet wel even diep gaan. En dat moet men niet onderschatten hoe zwaar dat is. En we gaan het zo zien. Over 2 uur worden we opgepikt voor de officiële weging. Dus we hebben 2 uurtjes om de klus te klaren. En het moet altijd wel lukken. Ik heb altijd wel vertrouwen in. Jordan is een professional. Hij weet wat hij moet doen. Hij weet dat hij even doorheen moet bijten. En hij gaat altijd wel goed. Dus ik heb er vertrouwen in dat het dit keer ook weer goed gaat. Here you go. Ik ben gewoon bad doen. Iedereen dat alleen bad moet doen inderdaad, zeg. Je redt te veel. Ja man, denk het ook man. Je gewoon bad? Nee. Nee man. Zij het ook. Heet, heet, heet. Bloody hot. Leroy. Oké, dames en heren. Het is tijd voor bad. Water is heet. Moet je niet zeiken, ik moet goed erin. Ik heb alleen maar een van mijn coaches nodig die dadelijk zit me over gaat deppen. Met te veel water me voor op het zweten. Fuck it. Ah, fuck. Ready? Ja. Bro. Wat doe je daar zitten? Ik heb een proces. Nou, het is nu net begonnen. Nou, als hij ongeveer 3 minuten gaat hij erin en dan even draait met zijn armen en zo. Dat hij eventjes goed kan zweten. En dan, dan nog een keertje. En dan snel inwikkelen, afdrogen, inwikkelen, zweetpak aan, deken eromheen en dan uitzweten. Dan begint eigenlijk pas het echte zweten. Want zijn lichaam kan nu weinig zweet kwijt onder water, maar op het moment dat je dus... In je gepak zit, in je zweetpak en plus ook nog deken eromheen, zoals jullie zo meteen wel zullen zien. Dan gaat het echt zweten beginnen en dan moet het goed zijn. Jullie, dus dit is alleen puur om het vocht uit zijn lichaam te halen, toch? Om gewicht te maken? Ja, het ding is, kijk, mensen zien misschien van, Jordan valt snel af, 5 kilo in een paar dagen. Maar mensen moeten goed weten, het is voornamelijk vocht. Het is een klein beetje koolhydraten wat je ervoor zorgt dat je glucosevoorraad in je spieren heel laag is, waardoor je sowieso al wat lichter weegt. Maar het grootste gedeelte, 80-90% is vocht. Dus hoe je deze laatste 2 kilo eraf haalt, is puur door zweten. Dus mensen moeten niet denken van, dit is een goede manier om even sneller af te vallen. Want je voelt je A heel beroerd daarna, omdat je gewoon uitgedoogd bent eigenlijk. En B, het is maar voor een korte tijd. Dus eigenlijk nadat hij gewogen heeft, moeten we proberen zo snel mogelijk de vochtgehalte weer omhoog te brengen. Door middel van drinken, eten en andere. Ja, dat is eigenlijk. Het is eigenlijk een heel raar proces. Dit is een van de weinige topsporten waarbij je voor een wedstrijd eigenlijk zo diep moet gaan om te kunnen presteren. De meeste sporten kan je voor je wedstrijd kan je zoveel mogelijk rusten, zoveel mogelijk eten. Helemaal dat je helemaal top tip bent. Maar bij deze sport moet je nog even heel diep gaan om het gewicht te halen. En dan kan je pas gaan herstellen en jezelf opladen. Dus het is een heel zwaar proces. Nee, ik wil het gewoon trillen. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, sir. Kom maar door. Yes, sir. Doe maar. Ja, doe maar af. Ik wil me echt Duits, zeg. Doe maar. Ik kan met de kolobe. Rustig. Even op. Kom, ga rustig zitten. Ben je er? Check? Nee. Ontspannen. Waar ben je? Waar ben je? Waar zit je? Edward, rustig gaan.
Wat gebeurt als je snel opstaat? Dan gaat het bloed weer te snel omhoog. Here we are, check. Snel aantrekken, moet snel aantrekken. Welke broek? Maakt echt niet uit, allebei is broek. Deze zweetbroek, kom maar. Zweetbroek. Maakt niet uit. Kan ik rustig drinken? Ga er niet aan. Deze. Andere. Doe hè. Is dat sneller? Rustig opstaan. Hè? Zit erin. Wat rustig opstaan. Je nek eerst eentje? Ja. Dat is dit nou deze. Oké. Thank you. Ja man. Oké. Okay. Yes. Denk jullie, oh, hoe denken jullie, boys? 69. 6. Ik denk 68 of 9 of zo. 61. Oké, okay, een beetje drinken. We pakken nu nog even een koud bad om even het lichaam weer op normale temperatuur te krijgen na al het, het hete water en het zweten. We pakken nu nog even wat koud water om even het lichaam weer af te koelen. En dan zijn we klaar. We hebben het gewicht gehaald. We hebben een klein beetje een slokje water of mineraaltjes erbij. Dus de laatste loodjes. Nou ja, we zijn onderweg naar de officiële weging. We gaan zo meteen eerst even voorwegen. En dan om 1 uur, dat is om 12:30. Het is nu bijna 12:30 trouwens. Om 1 uur is de officiële weging. Dan is ook meteen de stare down. En dan kan Jordan eindelijk weer eten en drinken. Vooral eerst drinken, even vochtbalans weer omhoog krijgen. Niet te snel, want anders dan verschrikt zijn lichaam te veel. En dan is het gewoon weer de hele dag om aan te sterken. We hebben sowieso nog een kleine 40 uur voordat zijn wedstrijd is. Dus als je er goed bij slaapt, goed bij eet. We moeten meerdere malen eten vandaag. En dan komt het goed. Dank je. I'm looking forward to watching your performance tomorrow. Nice fight. Nice fight. Dank je. Is die pika van gisteren? Ja man, die is pika van gisteren al. Dank je. Hallo. Ga je verwegen? Dit is de Jordan Piqueur Limit Edition Pin. Dat is wel een shirtje binnen. Hey. Dan krijg je eigen shirt alweer binnen. Het is gewoon een ding, een trend. Ik ben een t-shirt. Wat is dit, man? Oh, vind je top? Kijk, je bent hier nou Hier. Yeah.
Thank you. Thank you.池江選手69.4キロです。池江選手69.4キロ、減量を繰り上げます。ありがとうございました。では続きまして第20試合です。 First meal. Na hoe lang? Denk al bijna. Na jouw verjaardag. では、ご対応いただきたい。お席を。はい。第12試合。では、ケザー級です。アンダー69.5キロ。青コーナー、ルーマニア。 アラシオファイトクラブ。アラシオアラシオ。上段、ティオ選手の登場です。 I didn't fought for like 3 years, but after that was not much training, it's not working, but I'm still the same guy. I always come to win the fight, so it's, this camp was great for me, so I really trained my ass off for this fight. So y'all just gonna see what was going to happen in the fight. I always come to bring it, it doesn't matter. だけで撮影となります。中村プロデューサー、そして K1 ガールズの皆さん、ありがとうございました。 Thank you. Thank you. Thank you. Zeker gehad. Ben oud genoeg. Nee, ook niet. Ik ben met traditie. Ik heb zelf niet eens gehad. Ik was erbij. Ja, dat is ik ben wel de volgende keer in de doek staan. Ja. Maar we waren samen. Wat grapje zei. Happy birthday. Hij dacht, wat de fuck gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ja, oh ja. Drukken, 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 drukken. Dicht op hem, draai naar links, naar links, naar links. Natuurlijk wel. Hij reageert, snap je? Of wil je te lang stilstaan? Gooi het maar. Allemaal mooi meegenomen. Welke trek kom je op? Oh ja, sorry. Misschien moet je uitleggen. Boys. Laat me horen met welke trek je opkomt. Ik moet uitleggen als ik met boys ben. Zie me met de broskies. Je kent staan. Maar dan ga je niet halen, want je weet mijn money lang. Hey, Polski, wat een chance. Oké, we sluiten een hectische dag af. De weging is geweest, persconferentie is geweest. Jordan heeft zijn gewicht gemaakt. Hij is weer blij, hij is weer gelukkig. Hij heeft weer kleur in zijn gezicht. Hij is zeker alweer 5 kilo's zwaarder. En ja, het is top. Het is top gegaan. En we gaan gewoon knallen morgen.